ben Estien en leuk dat je kijkt naar Release Reacties. Abonneer je even op het YouTube-kanaal van 538, zo weet je zeker dat je niks mist. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. Dit is een geweldige koppel. Weet je nog dat er Fine was super populair toen ik denk ik 12 was of zo. En toen was er een Fine van een jongen in een auto. En dan zong hij zo uit dat raam zo... Standing on the system before you, open up the dirty window. En dat was zo grappig en daar ken ik het van, denk ik. Mijn vriendin en ik luisteren heel vaak in de auto. En dan reizen we door, weet ik veel, Amsterdam. En mijn beste vriendin heeft hele lijpe hedonbox in haar auto. Dus je kan daar echt een hele straat wakker mee krijgen. En dan luisteren we deze vaak. Dit is echt een te gek liedje. Suzanne en Freek, 100 keer. Ik heb al 100 keer gedacht. Ik bel je vanavond. Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk. 100 keer gewacht. Ja, kijk, Suzanne en Freek, dat is natuurlijk heel commerciële muziek. Nou, wil ik eerlijk zeggen, dat is niet helemaal mijn straatje. Maar zij maken veel muziek met Leon Palme en Arno Krafman. En ik werk ook veel met hun. Dus eigenlijk mag ik helemaal niet lullen. Maar het pakt me niet zo heel erg. Het is heel nice om op de radio te horen in de auto. Maar ik zou dit uit mezelf niet opzetten. Ik heb één zo'n liedje heb ik van hem zo erg in mijn hoofd. Hoe gaat het ook alweer? Als het avond is. Dat zit heel vaak in mijn hoofd. Ik hou heel erg van Nederlandstalige muziek. We hebben op een gegeven moment gewoon een hele sikke tijd gehad voor pop. Weet je, dat Ronnie met Bluff dingen uitbracht. En nu op dit moment ook, want Mo en Vrouwtje en Bente. We hebben gewoon echt hele sikke artiesten eigenlijk. En ik heb gewoon zin dat nu dat de wereld weer een beetje open gaat, dat we dat ook een beetje vertaald gaan zien worden naar live en zo. Ik denk dat dat gewoon heel sick wordt. Anouk, Doe Maar, Moula B, K.A., Bluff. Ik vind eigenlijk heel veel. Ik vind Vrouwtje heel hard, Bente, Maan. Ik denk toch wel, maar dan... Die twee zitten echt zo samen. Wende Snijders. Zij is ook een heel goede vriendin van mij. En ja, wij spreken elkaar gewoon elke dag. En wij houden gewoon heel erg van dezelfde dingen of zo. Maar ik moet ook wel zeggen dat K.A. en Lijpen, dat is nog steeds echt een soort... vind ik bijna onwerkelijk. Omdat ik hun zo sick vind. En omdat zij gewoon een hele... Ja, ik vind ze gewoon echt gek. Ik ben echt groot fan van hun. Dus ik vind het nog steeds best wel eer dat ik met hun heb kunnen werken. Ah, Estien de Diepte. Ja, ik heb hem wel eens gehoord natuurlijk. Ja, dit is mijn songversie van liedje. Die is net uitgekomen. Ik probeer hem nu nog een beetje op afstand te houden, omdat ik hem nog zo vaak moet horen. Maar ik moet wel zeggen, ik kan hem nog steeds horen. En dat is wel een goed teken. Want vaak heb ik ook, als ik liedjes maak, dat ik dan na een week denk ik alweer... Ik wil dit helemaal nooit meer horen. Ik heb het nu al veel te vaak gehoord. Maar bij De Diepte is dat niet het geval. Nou, ik moet zeggen dat het echt over, zeg maar, zelf negatieve dingen heb ik niet echt gezien. Misschien ook omdat ik wel wegblijf uit Instagram comment sections en Twitter en zo. Maar het wordt overwegend heel goed ontvangen en daar ben ik gewoon heel blij mee. Het is echt geweldig. Ik krijg ook allemaal shit doorgestuurd. Mensen zijn zo... Ik weet niet, man. Ik vind dat wel echt vet, zeg maar. En ook daar zijn gewoon de reacties echt super mooi en ontroerend. En ik vind dat echt heel leuk. Ja. Dries Roelvink. Dries Roelvink die wilde ook heel graag naar het Songfestival. En die had ook een liedje ingezonden. Ja, die was gewoon op een tour. Die wilde gewoon... Toen was hij gekozen. Hij wilde ook graag gekozen worden. Dus toen is hij nog naar Italië gegaan met zijn liedje. En heeft hij daar een clip opgenomen. Maar hij vond mij niks. Maar ik ben benieuwd. Dries, wat vind je van het liedje? Ik wacht met smart jouw reactie af. Ja, Duncan natuurlijk. En Anouk. Dat was gewoon te gek. En als Anouk iets doet, is het gewoon gelijk heel cool. Jawel, ik heb wel van... Of tenminste, Duncan en ik gaan er nog over praten. Hij zei, we kunnen wel bellen
Als je dat fijn vindt als ik naar Turijn ga, want dat zijn natuurlijk best wel pittige weken. Niet allemaal, maar ik ben wel... Ik wil het wel maar weten. Ik volg ook dat Eurovision-kanaal op Instagram en zo. Want je ziet toch alles voorbij komen. En het is gewoon heel erg leuk, want je ziet ook heel veel andere artiesten in hetzelfde schuitje zitten. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ik heb er een paar. Ik vind Estland heel goed. Moldavië vind ik heel goed. En Italië vind ik heel goed. Die zouden voor mij alle drie 12 punten mogen krijgen. Stromae, Fils de joie. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement. Ja, heel mooi. Ik was een paar weken geleden naar zijn concert en toen deed hij dit liedje ook al. Ik ben heel erg fan van Stromae. Ik vind hem gewoon echt te gek. Ik vind hem gewoon echt een muzikaal gezien. Gewoon echt een genie. Ik heb die show, want er is een zo'n live show op YouTube, die heb ik echt wel al 30 keer gezien. Als ik niet kan slapen, als ik gewoon muziek op de achtergrond wil horen. Dat vind ik vind dat gewoon altijd heel mooi. En ik laat het ook wel gewoon vaak zeg ik tegen mensen van, kunnen we ook de show van Stromae gewoon kijken? Want ik vind dat, ik kan die altijd kijken. Maar omdat het ook heel, het is heel tijdloos. Ik hou gewoon van muziek die voor altijd gewoon even mooi kan blijven of zo. Dat weet ik nog niet zo goed, want ik heb dat nog niet zo goed zo gevoeld, eerlijk gezegd. Omdat ik nu een beetje in een soort waas ook zit. Ik heb wel heel leuk... Ik stond laatst in mijn raam en toen liep er een jongetje langs en toen zei hij... Mevrouw, mag ik u iets vragen? En hij was 8 of zo en toen zei ik, ja hoor. En zei hij, bent u van het Songfestival? En dat vond ik zo lief. Toen zei ik, ja. Jazeker, altijd. Ja. Met mijn verjaardagspartijtjes deed ik ook wel eens dan voor mijn verjaardagspartijtje... het Junior Songfestival kijken met al mijn vriendinnen. Ja, dat ben ik echt, was ik echt helemaal vergeten. Ja, dat wilde ik heel graag, maar toen kon ik nog geen liedje schrijven. Camila Cabello en Ed Sheeran. Bam, bam. Ik ben benieuwd. Ja, nee, dit pakt mij niet. Nee, ik kon al... Ik vergat ook tijdens het luisteren dat ik daarna aan het voelde alsof ik in de Efteling in de rij stond van de piranha's. Nee, ik vind ze alle twee wel heel cool, maar ik vind dit is een beetje te blij voor mij. Hele blije muziek kan mij ook heel erg raken, maar dit, ik heb gewoon niet het gevoel dat... Voor mij is dit niet echt iets wat ik zou luisteren of zo. Maar Ed Sheeran heb ik echt vroeger echt heel veel geluisterd. Hij heeft één zo'n... album met zo'n rode koffer, wat een soort oranje. Dat is echt een super sick album. Ik ben echt fan van hem geweest, maar ik vind gewoon... hij is heel veel soort remix ook aan het doen. Dus ik snap er helemaal geen bal meer van. En ik heb altijd... Ik doe altijd elke vrijdag luister ik naar mijn release Radar op Spotify. En dan staat hij elke vrijdag daar weer in met een soort nieuwe remix. En ik had waarom wordt dit nog aan mij aangeraden? Ik heb wel een keer echt liefdesverdriet gehad. Dat is wel echt kut. Maar weet je wat zo stom is aan liefdesverdriet? In het moment denk je echt, mijn leven is helemaal over. Ik ga nooit meer gelukkig zijn. Ik ga nooit meer een leuke jongen vinden. Maar echt ineens, één maand later, dan denk je gewoon... waar de fuck ben ik zo verdrietig over geweest? Ik kan me nu helemaal niet meer voorstellen. Ik ben single. Als ik iemand leuk vind, dan zeg ik altijd wel hoi. Dus voor mijn gevoel durven mannen niet echt op mij af te stappen. Dat gevoel heb ik altijd. Nooit eens een keer mijn type. Ik kan mijn team niet echt goed opschrijven, maar het zijn wel vaak dan soort koorballen. En dan denk ik echt, ja, sorry, dat ga ik niet. Dit gaat gewoon, dit blijft gewoon in mijn hoe noem je dat? Waar al die verzoeken komen, daar gaan ze ook niet zo snel op ingaan. Op DM's reageer ik sowieso niet. Dus ik lees het wel, maar ik reageer nooit. Als ik daaraan ga beginnen, dan voel ik me schuldig naar iedereen waar ik niet op antwoord. Dan gaat het aan me knagen. Ik krijg wel dagelijks heel veel verhalen van mensen van hun eigen leven. Maar ik zeg ook altijd van, iedereen mag mij hun levensverhaal DM'en. Want ik denk dat het goed is om het op papier te zetten. En misschien lees ik het, misschien niet. Maar dan is het in ieder geval van jou, even van je chest of zo af. Ik vind dat wel op zich een goede manier om, ik weet niet, een beetje te zijn af en toe voor mij.